Er wordt eigenlijk een klein energiedeeltje toegevoegd aan de 5G. Een soort van nanotechnologisch robotje. Heugelijk nieuws van medium Robert van den Broeke. Hij heeft namelijk doorgekregen dat de 5G-masten door aliens worden geneutraliseerd. En dat betekent dat we 5G kunnen gaan gebruiken zonder ziek te worden. Hoera! Dag, hallo, Robert. Kom verder. Goedemiddag. Goed nieuws, hè? Ja, 5G, dat baarde me al heel lang zorgen. Omdat ik ook mocht doorkrijgen wat voor schadelijke effecten het heeft op mensen. Hoe ziek mensen ervan kunnen worden. Dus hoe gaat dat in zijn werk? Want we hebben inderdaad al in de vorige aflevering gezien, toen je doorkreeg dat 5G gevaarlijk was, ja, dan voel je het branden op je hoofd, hè? Dan voel ik een branderig gevoel op mijn voorhoofd. En ja, dan verschijnt er ineens een symbool op mijn voorhoofd. Wat is er nu verschenen op je voorhoofd? Nu was er een van 13 op 14 januari. Er stond een cirkel. Helemaal een cirkel op mijn voorhoofd. En met soort twee stippen ernaast en een stip in het midden. En toen kreeg ik door van het is een neutralisatiesymbool. Er wordt eigenlijk een klein energiedeeltje toegevoegd aan de 5G. Een soort van nanotechnologisch robotje die in de 5G-straling aangebracht worden door buitenaardse die massaal dat via de antennes doen en via de plekken waar de verbindingspunten zitten. Waarom doen zij dat? Wat is hun baat daarbij? Buitenaardse mogen eigenlijk nooit ingrijpen op het aardekarma. Dus wij moeten zelf, vanuit onszelf, dingen op zien te lossen. Maar in deze zeldzame historische tijd eigenlijk mochten ze ingrijpen. We zitten natuurlijk langer dan een jaar al in een pandemie. Waarom kiezen ze er niet voor om corona op te lossen? Nou, kijk, de corona is natuurlijk een ander verhaal weer natuurlijk. Dat is een viraal probleem. Maar ik denk dat ze in staat zouden zijn ook om het op te lossen. Om mensen dus ingevingen te geven wat ze wel en niet moeten doen. Om het niet te krijgen, zeg maar. Maar dat doen ze ook? Dat doen ze ook, ja. Ze geven mensen zoals ik bijvoorbeeld, ze geven ze een ingeving. Ja. Maar dat heb ik dan niet door, hè? Dus ik voel dan niet het branderige gevoel. Nee, maar misschien op jouw manier kun je wel via je intuïtie ook voelen van, oh wacht even, dit moet ik doen of dat moet ik doen. Of... En dat is dan eigenlijk doorgezend zonder dat ik het door heb? Ja. Ja. Door buitenaardse wezens. Ze moeten hebben een soort douche, een soort elektromagnetisch, kwantummechanisch, nanotechnologisch, heel moeilijk woord, systeem waardoor ze de kleinste energiedeeltjes van virussen, want alles is energie, kunnen omzetten, dat ze beschermd zijn daartegen. Adinda was hier de vorige keer, toen is je huis ook beklad. Ja. Dus het is wel een moeilijke taak voor jou om dit soort dingen door te geven, of niet? Het is soms een hele zware job. Stel dat iemand naar mij toe zou komen en die zou mij doodschieten of wat aandoen. Ik hoop niet dat het gebeurt, maar als dat zo is, dan zou ik denken, nou, dan heb ik nog liever dan dat dat gebeurt in plaats van dat ik zelf stop. Wat is de reden dat jij bent uitgekozen om de boodschap door te geven? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik heb ook wel eens echt vaak geroepen, hoor, van zoek toch alsjeblieft een ander. Want ja, je bent hier 24/7 mee bezig. Het is echt, gewoon keihard werken. Ja, het is ook... Ik werk hier niet alleen mee, ik leef hier mee. Maar goed, dat gezegd hebben, we hadden het over 5G. Ja. Dat is nu in ieder geval opgelost. Ja. Goed nieuws. Goed nieuws. 5G is geneutraliseerd. En we zijn allemaal 5G-proof nou. Yes. Yes.